Goedemorgen! Waar zijn al die leesbeesten hier? Hier! Waar? Hier! Oh, hallo allemaal lieve kinderen, hier ben ik nog een keer. Hebben jullie mij een beetje gemist? Ja! Nee, dan ja. Oei, 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 oei. Zeg maar, wat heb ik hier gezien in deze school? Jullie hebben de opdrachten perfect opgelost volgens mij. Zou dat waar zijn? Ja! Wie heeft er meegeholpen aan de opdrachten? Nee. Iedereen heeft geholpen? Ja. Wauw zeg, wat een fantastische school is dat hier. Een echte leesschool. Hebben wij de eerste ster behaald? Kijk eens, en mijn bevallige assistente juf Nele, die gaat je hier vervangen. En de eerste ster is... binnen! Groot applaus! Yeah. We hebben zoveel mooie prentenboeken bekeken hebben bij de kleuters. Gaan we al eens zingen. Jullie hadden ook de opdracht om een heel leuk lied te zingen. Wie heeft het liedje geoefend in de klas? Ja, bijna iedereen. Fantastisch, zeg wel. Wij gaan het liedje samen eens zingen. Ik ga beoordelen of jullie het heel goed kunnen meedoen. Dat als school ook heel flink gedaan hebben. De mooie blokposters zijn ingekleurd. Dus die ster is ook... binnen! Woehoe! Jullie hebben een dansje aangeleerd. Want er was een verhaal voorgelezen van een mooie heks. Of een leuke heks. En daarom hebben jullie een heksendans geleerd. Oeh la 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 la. Ho 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 ho, al 4 sterren in de wacht gesleept. Maar die laatste ster, dat zal misschien nog de moeilijkste zijn. Hebben jullie de filmpjes gezien van Konijn? Ja! Konijn houdt van de zee en het strand. Oh la la. En de tweede tip die we gekregen hebben was, welke was het nu ook alweer? Dit zijn mijn vrienden. En wie zat er allemaal op de schoot van Konijn? Jules en... nooit koud. Altijd warm. Oei, iemand die het altijd warm heeft. Oh la la. En de laatste tip was dat hij hoge hakken vaak draagt. Oh la 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 la. Wie kwam er van het tweede leerjaar naar voor? 2A en 2B. 2A? Anne de Lange. Juf Anne de Lange, oké. 2B? Meester Freek. Meester Freek. Hola. Ja, dat is ook wel al meester Freek. In de turnles zal hij misschien soms eens op hoge hakken lopen. Ja. Ja. Het derde leerjaar. Op wie hebben jullie gestemd? Torben? Je veer uit het eerste leerjaar. Juf Jolien uit het eerste leerjaar. Oh, la 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 la. En dan het vierde leerjaar. Op wie hadden jullie gestemd? Wie was het komen brengen, het briefje? Lisa. Juf Anne de Lange. Juf Anne de Lange, oké. Vijfde leerjaar. Op wie hadden jullie gestemd? Emiel? Anne de Lange. Juf Anne de Lange. En het zesde leerjaar? Directeur Anne de Lange. Ja, wow, oké. We hebben een paar verschillende stemmen. Ik zou zeggen dat we Konijn toch even naar hier moeten gaan. Konijn! 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 Konijn!
Hallo Colette! La 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 la. Wij gaan straks de onthulling doen. En als ons antwoord juist is, dan gaan we onze ster verdiend hebben. Zijn wij benieuwd? Ja! Wie wil het hier heel graag weten? Ja! Wij gaan aftellen van 5 naar 0. En dan gaan we het weten. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! De meerderheid had het juist, dus onze ster is binnen!